zwaar. Het is vooral van dag tot dag. Ja. Iedere dag denk ik weer, als er een dag voorbij is met me... dan is morgen weer zo'n dag. En uiteindelijk zal er een keer een dag komen waarin het blijkt dat het dan toch een soort van oké is. Of dat je dingen een plek kunt geven. Ja, daar is het nog echt te vroeg voor. Ja. Ja. En toch wilde je heel graag wel hier komen, hè? Om te vertellen over Thijs. Ja, want het was natuurlijk wel gewoon echt Thijs zijn podium. Zozeer niet mijn podium. Nee. Maar die oproep die hij gedaan heeft... voor stamceldonoren en ook bloeddonoren te worden... als ik daar nog iemand mee over de streep kan trekken... dan zou er een kans kunnen bestaan dat er ook een gezin niet in dezelfde situatie terechtkomt als ik met mijn kinderen nou zit. Ja, en des te moeite al waard om hier te komen zitten. En natuurlijk dat wij als gezin natuurlijk enorm trots zijn op wat Thijs bereikt heeft in die laatste dagen. Ja, want dat is niet mis. Gisteren werd bekend dat Bloedbank Sanquin ongeveer 4.500 nieuwe donoren heeft geworven. En vanmorgen hebben wij contact gehad met Matches voor de stamceldonorenbalans. Er zijn er sinds 1 januari ruim 15.000 bijgekomen... waarvan 11.000 rechtstreeks te herleiden zijn aan de campagne van Thijs. Ja. Dat is wel echt heel mooi, hè, Job? Ja, dat is heel bijzonder. Ik denk dat mijn broer heel goed wist wat zijn bereik was, natuurlijk. Ja, daar was hij ook volop mee bezig vanuit zijn werk. Maar ik denk niet dat hij ooit zou hebben kunnen dromen van dit resultaat. Nee. Dus het was een simpel zinnetje onderaan een van zijn laatste social media posts. Maar dit is echt heel mooi. Ja, want hij was natuurlijk...